Boten kunnen weer aanmeren bij de steiger in Albina. Vorige week ontstond er een probleem waarbij de leiding van de kazerne van het Nationaal Leger, naar zeggen van districtsecretaris van Marowijnen Noordoost, Patrick van Genderen, niet wilde dat de boten vanuit verschillende dorpen, waaronder Galibi, dicht bij de steiger moesten aanmeren. Daar moest er een oplossing voor komen. In gesprek met onze redactie zegt Van Genderen dat toen is besloten delen van het strand van Albina, dat zwaar onder vuil lag, op te ruimen. Er was toen een schrijver gestuurd volgens mij naar die kapiteins om ze te melden van kijk, dat ze een andere plek moesten zoeken om aan te meren. Maar niet meer in de directe omgeving van de kazerne. En het dorpbestuur, tenminste die twee kapiteins, hebben toen contact gemaakt met de DC om te vragen hoe en wat. En de DC en zijn staf, we hebben gelijk werk van gemaakt van kijk, dan moeten we toch gaan zoeken naar een plek voor de boten uit Galibi, waar ze veilig kunnen aanmeren. En dat is ook een deel, onderdeel van het schoonmaken van het strand. Een gedeelte hebben we uitgetrokken, een gedeelte van 10 tot 20 meter, ja. Voor het commissariaat. En daar willen we dan vrij houden voor de boten vanuit Galibi, dat ze daar kunnen aanmeren. Er wordt naar zeggen van de districtsecretaris gewerkt aan een goede communicatiestroom met het districtscommissariaat van Galibi. Om te voorkomen dat dit zich niet meer voordoet in de toekomst, wordt er nu gewerkt aan een structureel plan van aanpak.